Jules Schelvis is 19 als hij met zijn jonge bruid Rachel Borsikowski naar Sobibor wordt getransporteerd. We hadden natuurlijk altijd de hoop, misschien vergeten ze ons. Maar ja, dat was ijdele hoop. Kamp Sobibor is geen concentratiekamp, maar een vernietigingskamp. Iedereen wordt er direct vergast. Ook de vrouw van Jules. Maar hij overleeft het kamp door een klein wonder. Als hij aan een SS'er vraagt of hij zich mag aansluiten bij de mannen die turf moeten gaan steken. En hij zei, vooruit, ga er maar naartoe. En dat was de scheiding tussen leven en dood. De meesten die hebben daar uiteindelijk via deze weg zeg maar hun dood gevonden. Maar Schelvis zelf maakt ook een helle tocht langs allerlei kampen. In totaal heeft hij inclusief Sobibor dus 7 kampen gezien. En vreselijk hard als een slaaf moeten werken. En in Nederland komt hij ook niet bepaald in een warm bad terecht. Ik ben hondsbehandeld toen ik terugkwam. Toch bouwt hij zijn leven weer op. Hij trouwt weer, krijgt een gezin. Maar 30 jaar lang zegt hij geen woord over Sobibor. Op een bepaald moment heeft hij een luik laten neerzakken, laten zakken, om verder te kunnen. Maar op een gegeven moment moet het verhaal er toch uit. Schelvis schrijft als eerste boeken vol over Sobibor. Dat was niets bekend. Iedereen had het altijd en eigenlijk nog steeds, vanwege de symbolische werking, over Auschwitz. Maar niemand ooit over Sobibor. Afgelopen zaterdag breekt Jules Schelvis zijn heup. Zondag overlijdt hij, 95 jaar oud. Op 8 april wordt hij gecremeerd, op de dag af precies 71 jaar later dat hij door de Fransen werd bevrijd.